Dus hoe ging het vanmiddag? Ja, nou ja, fantastisch. Het weer is mooi. Wind zat mee. Gezellige bemanning. En de snelste boot. Beste schipper. Flitsende start. Wij gingen zo over die startlijn heen. En helaas hebben we grote handicap, maar we hebben fantastisch gezeild. En de anderen ook natuurlijk. Hè? We hebben te veel verloren op de startlijn vanmorgen en vanmiddag. Dat haal je niet meer terug. Die minuten, die kostbare minuten op de startlijn, die heb je gewoon nodig om de koppositie te draaien. Dus de boot is goed, de bemanning is goed. Alleen te laat. Ja, dan haal je niet nummer 1, 2 of 3. Dat gaat je niet lukken. Wat denk je dan na zo'n start? Was ik toch maar aan die Prosecco blijven hangen? Nee, absoluut niet. Dan denk ik, wat gaan we de volgende keer anders doen? En wat gaan we volgend jaar beter doen om er wel weer op te zetten? Nee, ik ga niet aan de Prosecco. We gaan verder. De Prosecco, die was het zwaarste. En de oesters hebben ook meegewerkt. Ja, inderdaad. We hadden een fantastische schipper, Marleen. En wat een uitstekende stuurman, dat is Jos hier. En wat iemand die deed het grootzeil, dat was ook allemaal heel geweldig. Dit keer geen podiumplaats, nog wat verder oefenen met de bemanning. Maar wel hartstikke leuk. Het was gezellig, we hadden lekker wind. Vorig jaar was het meer dobberen. Dus het was wel een hele leuke race om te zeilen met elkaar. We verwachten ook met spanning wat de uitslag gaat worden, want we denken dat we niet zo laag zullen eindigen. We hebben hard moeten werken natuurlijk. Hè. Je kan wel de snelste boot hebben, maar met de rating moet je toch alles op scherp spelen. Ik denk dat we net niet eerste gaan worden. Met liefst 12 man aan boord. Wat een hard werken afzien, voorzitter, om deze prijs binnen te halen. Gefeliciteerd.